Community. KRO, Radio 1. Aan tafel nog steeds natuurlijk onze spraakmaker... en rijksbouwmeester Francesco Veenstra... en is inmiddels ook Thijs Kettenis aangeschoven... correspondent in Griekenland, met wie we straks na 11 uur... het gaan hebben over de Griekse corona-aanpak... maar ook over hoe dat land naar ons kijkt... namelijk met enige nou, verbazing over de lockdown die wij hier ondergaan. Thijs, ze vinden namelijk dat we er een puinhoop van maken hier... en dat hoor je ook vaak genoeg, maar waarom vinden zij dat... Nou, uh, om, om, omdat zij gewend zijn dat Griekenland er een beetje het land is... dat er een puinhoop van maakt. En ja, daar, uh, het is toch aan ons. Ja, <laughs> ja, precies. En daar is nu alles open eigenlijk nog steeds. Weliswaar met 2G. Ja. Uh, en dan kijken ze naar Nederland en denken ze... ja, dat is toch dat supergoed georganiseerde land... waar alles uh, heel, heel, van tevoren gepland wordt. En ja. hoe kan het dat die dan ineens totaal onverwacht... alsnog volledig ja. in lockdown zitten? Ja, nou goed, hoe dat allemaal zit... en hoe, ook hoe, vooral over hoe Griekenland omgaat met corona... gaan we het zo meteen na elf uh, uur hebben. Maar eerst werpen we onze blik... Uh, vooruit naar de toekomst van Nederland. Want of het nou gaat om klimaat, economie, landbouw of wonen... op al die gebieden staan ons de komende decennia... enorme veranderingen en uitdagingen te wachten. En de vraag is, hoe combineer je al die functies en verantwoordelijkheden... in een steeds drukker wordend landje? Zonder dat het een chaos wordt. Het gaat knellen. Het college van Rijksadviseur, waar onze spraakmaker... als Rijksbouwmeester deel van uitmaakt... hoopt daar de komende jaren een antwoord op te vinden... of een visie voor te ontwikkelen. En dat is een onderwerp dat op meer tafels ligt... Uh, meneer Veenstra, de laatste tijd, hè, gisteren nog dat rapport... van het Planbureau voor de Leefomgeving... dat voorgenomen bouwplannen in kwetsbare gebieden... onder het uh, vergroot glas legde. Denk aan het drassige groene hart langs rivieren bouwen... tegen kwetsbare natuurgebieden aan. Um, conclusie is, het zijn plannen die te weinig of geen oog hebben... voor de toekomst. Het ontbreekt aan een langetermijnblik. Is dat ook een opvatting die u uh, deelt? Ja, zeker. Um, overigens gaat dat uh, PBL-rapport, Planbureau voor de Leefomgeving... Uh, 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 is, dat, hè, dat is een dat is reflectie op het uh, coalitieakkoord. Mm -hmm. um, ja. En gaat natuurlijk uh, breder dan alleen maar het ruimtelijk domein. Um, uh, maar inderdaad, we, we zijn, en dat vind ik ook wel mooi wat er net gebeurde: hè, de minister voor oplossingen. We zijn in Nederland heel erg goed in het bedenken van allerlei oplossingen. Ja. Uh, de vraag is alleen of we de goede oplossingen bedenken. Uh, en dus, wat heb je ervoor ja, nodig tuurlijk. om een, uh, um een juiste oplossing te, uh, uh, te ontwikkelen die ook werkelijk toekomstbestendig is? Nou, en wat, wat wij hebben gezegd, we hebben. Um, ja, Eigenlijk vandaag, gisteren is hij online gekomen, onze agenda gepubliceerd. Wat wij zeggen is: we moeten eigenlijk veel verder vooruit kijken. Mm -hmm. uh, misschien wel een, een eeuw vooruit. Hè. Kijken naar de 22e eeuw. Om te bedenken wat we in het nu moeten ja. gaan doen. De 22e eeuw begint nu. Hè, is ook uh, staat er ook ja. boven. Precies. Uh, dat, is, dat is die lange termijn. Die vinden jullie belangrijk. En dat is natuurlijk ook prachtig om lange termijn visies te ontwikkelen. Maar het is ook wel lastig als je struikelt uh, over de korte termijn ja. problemen. Hè? Uh, zoals bijvoorbeeld het enorme tekort aan woningen. Nou, coalitieakkoord. Wordt daar duidelijk over. 100.000 woningen per jaar erbij door in steden en daarbuiten te bouwen. Zit er dan op dit moment, met even de acute problemen die we hebben... iemand te wachten op een langetermijnvisie... over hoe en waar we dat moeten doen en hoe het verder moet in de 22e eeuw? Nou, Misschien zitten heel veel mensen niet te wachten op een uh, langetermijnvisie. Maar er moet wel aan een langetermijnvisie worden gewerkt. Ja. Hè? Vandaar ook dat ik erg blij ben dat ik in mijn huidige rol... daarmee uh, aan de slag kan gaan, samen met twee andere rijksadviseurs... en ook een heel team uh, in, in Den Haag. Um, en dat maakt dat wij uh, ook over het hier en nu kunnen praten. Hè? Overigens, als je kijkt naar de woningbouwopgave. We praten over 100.000 woningen per jaar die we ja. nu willen reduceren. En daar is vooral haast bij geboden. Ja, maar het is ook zo dat er op dit moment ook al een productie van ongeveer 70.000 tot 75.000 woningen per jaar is. Dus het zou interessanter zijn om juist te kijken wat hebben we daar bovenop nodig ja. En is dat ook mogelijk? Hebben we capaciteit bij bouwbedrijven? Hebben we capaciteit in de aanvoer van materialen... om dat ook voor elkaar te krijgen? En zijn er voldoende plekken om ook, en heel belangrijk, de juiste woningen te krijgen? Ja, maar dat zijn wel op zich korte termijn vragen, toch? Dit? Ja, maar er zijn altijd korte termijn vragen. Alleen je moet ze plaatsen, mm -hmm. uh, wat ons betreft, in, Met een, in een lange termijnvisie. Ja, precies, ja. Um, de politiek krijgt namelijk regelmatig het verwijt uh, dat het niet over de eigen schaduw heen kijkt. Hè? Is, is dat iets wat u ook weer ziet bij, in het huidige coalitieakkoord? U bent er vrij positief over, maar is dat iets wat wel nog een dingetje is? Uh, nou, uh, als ik kijk naar de doelstellingen, die overigens ook nog verhoogd zijn. als het gaat om de terugdringing van, van CO2-productie, mm -hmm. dus CO2-reductie. Um, dan is daar een ambitieuze uh, uitgangspunt gesteld in het coalitieakkoord. Hè? Dus, uh, ja. en, en dat doe je uh, als je ook verder naar de toekomst kijkt. Uh, als, je, als je naar 2050 kijkt, hè, waar we uiteindelijk op nul moeten uitkomen. Nou, nou noem ik net allerlei uh, uitdagingen die ja. er staan te wachten. We hebben het klimaat, we hebben de economie, we hebben de landbouw, we hebben die woningen die uh, als een gek gebouwd moeten worden. Nou, dat, dat is een, een, een allesomvattend, uh, ja. uh, uh, allesomvattende uitdaging, zo zou je het kunnen samenvatten. Um, nou komt er een minister van Wonen en Ruimtelijke Ordening. En kan die dat allemaal gaan coördineren? Ja, er komt trouwens een minister voor uh, Wonen en Ruimtelijke Ordening. Ja. Dat is al een kleine nuance. He, die, die zal functioneren binnen uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. Ja. Um, volgens mij is het heel belangrijk dat er een minister. Mijn punt is eigenlijk, uh, als het zo allesomvattend is, wie moet dan de regie daarin gaan nemen? Is deze persoon dat? Dat, uh, dat, hoop, ik, dat hoop ik wel, ja. Mm. ja dus deze minister die zal aan tafel zitten in de ministerraad en uh, zal dat, uh, uh, dat belang verdedigen. Maar ook juist de mogelijkheid hebben om precies vanuit die rol uh, door de departementen heen uh, dat belang te dienen. Ja. Ja, dus we hebben alle departementen nodig, alle beleidsterreinen, alle sectoren nodig om, uh, uh, om te zorgen dat die ruimteclaims die er zijn. Om die ook op een zo goed mogelijk manier te laten landen in Nederland. Mm -hmm. Wat is in uw oog eigenlijk een ideale overheid? Als je het hebt over de rol die die overheid moet gaan spelen in dat hele uh, proces? Een overheid die uh, in hoe wij Nederland hebben ingericht uh, um, rekening houdt met uh, verschillende schaalniveaus. Dus uh, we hebben een gemeentelijke overheid, we hebben een provinciale overheid, we hebben ja. een landelijke overheid. En uh, de verantwoordelijkheden die daar liggen en ook uh, de rol die iedere overheid kan spelen uh, binnen een regio, binnen een stad of in het land. Ja, het is belangrijk om dat uh, te respecteren. Ja. En uh, vanuit de landelijke overheid. Uh, uh, moet de visie uh, ontstaan, moet de visie worden ontwikkeld. He, dat kan resulteren in plannen of in vergezichten. Uh, maar dan kunst is natuurlijk wel om de uh, lagere overheden... ook echt in ja. hun kracht te zetten om uh, plannen uit te kunnen voeren. Ja, het is nog breed. Hè? Zullen we proberen om het even wat concreter te maken... aan de hand van een actueel voorbeeld? Uh, bijvoorbeeld, uh, waar ook heel veel dingen samenkomen... is eigenlijk die beslissing over dat datacenter bij Zeewolde. Ja. He, uh, veel discussie over geweest, over het gebruik van de grond, de energie die dat centrum nodig heeft, uh, de discussie over duurzaamheid. Uh, wie, wie beslist hier eigenlijk over? He? Wat is de rol van de Rijksoverheid? De gemeenteraad van Zeewolde, die we op de voet hebben gevolgd bij de beslissing. Ja. Um, hoe heeft u daarna gekeken als Rijksbouwmeester? Is komt hier inderdaad eigenlijk samen waar we op dit moment, uh, de uitdaging waar we voor staan? In dit land? Ja, ik denk het wel. Voor mij zit een heel mooi voorbeeld hoe het georganiseerd is in Nederland. En ja. daar kunnen we allemaal heel veel kritiek op hebben. Als we dat hebben, dan moeten we ook kijken of dat eventueel moet worden veranderd. Ja. Maar het is zo dat de lokale politiek zeggenschap heeft over de bestemming ja. van gronden in een bepaalde regio, nog even los van eigendomssituaties. Um, dat er datacenters moeten komen, dat is evident. Hè? Er is een enorme uh, datahonger in Nederland, in de hele wereld. Mm -hmm. uh, Nederland is een land uh, waar we de mogelijkheid hebben om een heel uh, stabiel stabiele energievoorziening te leveren, wat enorm van belang is voor datacenters. De vraag is alleen, waar, waar moeten ze landen? Wat is daar de schaal van? Yeah. En is dit ook het toekomstperspectief? Ik heb wel van deskundigen ook gehoord dat in de toekomst data misschien wel veel gedecentraliseerder wordt opgeslagen dan, dat we, ja. dan hoe we dat nu. Dus doen. niet in zo'n zo enorm complex meer. Nee, misschien is dit dus een tussenstap. En is het dus mogelijk om, ja. als er nu, er staat ook een heel groot data in de kop van Noord-Holland. Uh, misschien wordt die over 20, 25 ja. jaar afgebroken. En kan je die grond weer op een andere manier bestemmen, als het zo is dat data zometeen decentraal wordt uh, opgeslagen en we ja. misschien wel juist gebruik kunnen maken van energie die wordt opgewerkt op daken van woningen. Ja, dat is de inhoudelijke uh, uitdagingen die dit biedt. En de mogelijkheden ook. Maar wie moet hier de regie dan innemen? Um, het Want lijkt me het heel verstandig dat er een. Lange en ja, dus het lijkt me heel verstandig dat er een landelijke regie is. Overigens, ook ja? dat wordt benoemd in het coalitieakkoord. Uh, op datacenters, net als dat er landelijke regie is op. Ja, daar e moeten we anders naar gaan kijken. Hè? Dat is eigenlijk toch. We moeten daar op een andere manier mee omgaan. Ja, en daarin moeten we ook zaken koppelen. Hè. Dus we moeten energie koppelen aan, uh, aan data. We moeten uh, het ook koppelen aan. Hè, op het moment dat er energie uh, vrijkomt bij bepaalde processen, uh, dat we ze vervolgens weer in bijvoorbeeld mm -hmm. de industrie kunnen inzetten of in de landbouw. Hè. Dat is ook iets wat al gebeurt. Ja. Uh, daar moeten we uh, meervoudige oplossingen voor, uh, voor bedenken. Meervoudige oplossingen. Belangrijk uh, om, een, om een lange termijn visie te hebben. Hè? Ja, Want... Noodzakelijk zelfs. Ja, precies, dat is ook wat jullie zeggen. Uh, als het gaat om de inrichting van ons land. Daar zijn we. Tot nu toe misschien wat minder goed in geweest. Hoe kun je dat eigenlijk terugzien uiterlijk? Puur, hè? Dus ik ga nu naar buiten. En waar zie ik dan dat het heeft ontbroken? Aan een lange termijnvisie. Bij uitstek, waar zie je dat heel goed? Uh, nou, ik denk wel een uh, soort verrommeling van het landschap. Uh, ja. en met dat landschap bedoel ik eigenlijk uh, heel Nederland. Hè? Dus uh, dat is het stedelijk landschap en ook het buitengebied. Er zit, er zit eigenlijk niet echt een idee achter sommige plekken. Uh, nou, er, er is een. Uh, een groei is, staat centraal in uh, ons denken. en binnen onze uh, maatschappij, binnen de westerse maatschappij. eigenlijk is dat mondiaal het uh, geval. Ja. En die groei die levert dus op dat er uh, een permanente vraag is aan uh, ruimte. voor bijvoorbeeld uh, bedrijfsgebouwen, uh, uh, fabriekscomplexen. Ja. Uh, distributiecentra, ja. snelwegen ook. Um, nu zie uh, ik met, he, met gezellig dit weer uh, in gedachten. Uh, zie ik de snelwegen en zeg maar die oeverloze bedrijf, gebouwen, kantoren, ja. uh, industrie die langs die snelwegen zo langzaam of snel is ontstaan in de loop der Klopt, jaren. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat, waar je dat ziet. Ja, en daar zijn we natuurlijk is. allemaal debat aan, hè, want we bestellen ja. met z'n allen uh, spullen. Uh, en uh, we moeten ons wel de vraag stellen of dat uh, de juiste weg uh, voorwaarts is, of, of eigenlijk wat daar nog ook een onderdeel van is, mm -hmm. uh, is uh, ja. hè, de consumentencultuur. Hè, uh, veel mensen bestellen uh, meerdere van hetzelfde product en vervolgens moeten auto's weer terugrijden. Dat komt terug in een, uh, in een magazijn. Ja, de vraag is of dat houdbaar is. Ik ja. denk van niet. Um, maar en dat geldt dan... niet alleen overigens voor distributiecentra... dat geldt eigenlijk voor alles waar wij uh, ons mee omringen... en waar we gebruik van maken. Ja, maar wat je daar dus eigenlijk ziet, he, in die uitwassen, die verrommeling... dat is eigenlijk uh, wat we zelf hebben veroorzaakt... Het, namelijk door de markt, he, de, 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 de groei, de wil om te groeien... om die vrij baan te geven. En daar verder niet beperkingen aan op te leggen? Of nee, een idee, dat, ja, idee we, over te hebben? Ja, we, we, we kunnen uh, met, met een soort schuld kijken natuurlijk... naar bedrijven die dat veroorzaken. Maar het begint wel... en ja. Ja, we hadden het in het eerste deel van het gesprek over corona... en ons aandeel in bijvoorbeeld keuzes die we maken. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk wel heel erg ook over onszelf. Ja. Hè? Dus de, de keuzes die wij maken... die leiden uiteindelijk toch ook tot um, ja, een vertaling... van he, meer bedrijvigheid, um, meer spullen... Uh, meer ja. vervuiling, meer uh, ja, gebruik maken van fossiele brandstoffen, et cetera. Ja, dus we moeten eigenlijk op alle, op alle andere vlakken ook op een andere manier gaan kijken. En vooral naar onszelf. Ja, een, een van, de, uh, van de sprekers uh, vanmorgen die zei: ja, het, het heeft eigenlijk niets van nut als ik uh, als individu. Ik kan niet het verschil maken. Dus als ik me ja. hou aan coronaregels en anderen doen dat niet, dan, dan maakt dat eigenlijk niet zoveel. Ik geloof daar gewoon niet in. Ja. Dus we, we zijn allemaal in staat om een bijdrage te leveren aan het grotere geheel. Ja. Tijs Kettenis, is er in Griekenland eigenlijk zoiets als een rijksbouwmeester? Hè? Of is daar een gedachte over hoe je dat een beetje uh, met een visie zich laat ontwikkelen, zonder dat het een zootje wordt? Nou. Als daar, ik, als daar een rijksbouwmeester is, dan uh, zou ik zeggen dat hij uh, zijn werk niet heel goed doet. <laughs> naar uh, nou, Door onze ogen gezien. Nou ja, als je het, uh, het landschap in Nederland al verrommeld vindt... dan ja. vind je het in Griekenland een totale chaos. Ja, Maar jij de zegt net die lockdown. De Grieken kijken daar met verbazing naar... omdat wij de zaken zo netjes op orde hebben. Ja, ja. nou, dat is... Dat ja. zie je, dat is uh, kijk, de, de, het hele fenomeen rijtjeshuizen is in Griekenland... Uh, uh, vinden ze natuurlijk vrij gek. Uh, en dat daar ook... Uh, in Griekenland heb je ook vrij monotone uh, appartementenblokken dus in die zin is dat mm -hmm. wel uh, uh, is daar wel enige overeenkomst maar dat is ook gewoon ge ja, gebouwd op het moment dat daar behoefte aan was en zo zijn die steden met name rond de steden zijn uitgebreid zonder dat daar enig plan aan ten grondslag lijkt te liggen als je dat tenminste zo ziet als buitenstaander. Ja, ja. Nou hebben we het over de snelwegen uh, Francisco Venstra. en, en de, 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 rombel, de verrommeling daaromheen uh, als, als uiting van dat je misschien toch wel echt een visie moet hebben om het een beetje prettig te houden in het land. Kijk, ja, kijkt u ook naar het buitenland? Is het hier, he, wat is wat ja als, en als, als, je, als je dus inderdaad naar het buitenland kijkt, he, dus, er zijn weinig landen die een uh, rijksbouwmeester hebben. Ja. Uh, we kennen in België de Vlaams bouwmeester. Uh, he, daar, daar zijn best wel uh, grote gelijkenissen met uh, hoe we dat in Nederland hebben georganiseerd. Maar heel veel landen kijken naar Nederland, uh, hoe we het hebben georganiseerd. Ja. En ook binnen Nederland met, met, met het netwerk van bouwmeesters, hoe ook in steden en uh, provincies. Hoe we daarover nadenken. Uh, ja, maar hoe we, dat, hoe we dat dus ook een plek geven uh, als een uh, instrument om na te denken over de ruimte en dus ook het belang van uh, ruimtelijke ontwikkeling. Het belang van architectuur en goede stedenbouw. Ja. Uh, het belang van landschap, uh, inzet. Welk, welk land is voor u uh, dan weer een inspiratiebron? Waarvan u denkt, kijk, daar zo, zo ja, zouden wij, wij dat ook moeten ja, doen. We kijken vaak naar Scandinavische landen. Ja. Uh, misschien klopt dat ook wel een beetje als je kijkt waar we Nederland zich houdt. Hè? Ja niet alleen ruimte, maar ook uh, het, het politieke klimaat. Uh, hoe we kijken naar de waarden. Mm. En wa het, het waarde, uh, de set van waarden die we in Nederland hanteren. Heeft sterke overeenkomsten met, met Scandinavië. En is het denk ik ook logisch dat daar een soort verbinding mee is. Ik, ik denk ook, of ik vind dat uh, we het in Nederland ook heel goed hebben. Ik heb zelf uh, als architect op heel veel plekken in de wereld gewerkt. En uh, ik ben dat, daar toch wel hele uh, veel slechtere uh, omstandigheden tegengekomen. Zoals ja. we dat in Nederland hebben. Ja. Uh, dat ontslaat ons natuurlijk niet van de plicht om uh, te zorgen dat het altijd beter wordt. Uh, in de volledige breedte van onze samenleving. Ja. Het is jullie bedoeling om uh, in de komende tijd verschillende scenario's uit te werken. Scenario's waar al die eerder genoemde belangen, dus van wonen, werken, landbouw, duurzaamheid, klimaatdoelstellingen waar die bij elkaar komen. Hè. Geef eens een voorbeeld van zo'n scenario. Om het even duidelijk te maken. Ja, het zijn eigenlijk okay. meer verkenningen. Hè, dus echt kijken naar de, naar de verre toekomst. We zijn nu gestart met een uh, serie van wat we noemen ateliers, die uiteindelijk leiden tot het toekomstatelier. Een toekomstatel in driedaagse bijeenkomst, een beetje vergelijkbaar met een festival. Ja. Waar allerlei deskundigen, maar ook burgers, bedrijven, overheden bij elkaar komen om juist te praten over hoe zien wij Nederland hoe willen we dat Nederland er in de toekomst Uitziet. En in die aanloop uh, uh, naar dat toekomstatelier hebben we ondertussen uh, al veel experts uh, gesproken. Bijvoorbeeld op het gebied van data. Mm -hmm. Hoe verwachten jullie nou dat data zich gaat ontwikkelen? En dan met name ook hoe dat neerslaat in de ruimte ja. uh, in de toekomst. En uh, daar komen hele interessante uh, uh, gegevens uit die wij dus inzetten in dat toekomstatelier. Ja. Om uiteindelijk uh, toe te werken naar, uh, naar verschillende plannen. Ja. Dus het is, uh, uh, je werkt toen niet naar een blauwdruk, maar naar een stip aan de horizon. Uh, wat wij zeggen, is we werken toen naar, uh, naar de hele horizon. Hè? Uh, en ja. als je kijkt, vijf uh, jaar is dat geleden. Is dat is wat vaag. Dat is vaag. Ja, dat is ook vaag. Allemaal, uh, uh, dat, uh, dat is een beetje En dat is misschien ook prima vanuit de rol die wij hebben. De kunst is natuurlijk wel om dat ja. echt wel concreet te maken. Hè? Dus om mensen mee te nemen. We hebben het eerder uh, gehad over de boeren. Wat is nou het perspectief wat zij zometeen meteen hebben? Mm -hmm. Zorgen dat uh, voor de boeren dat daar een concreet verhaal komt hoe zij mee kunnen. In Transitie ja. naar anders omgaan met het, met het land. Dan ja. hebben we het over de lange termijn, uh, zelfs over de volgende eeuw. De 22e eeuw begint nu dus, is ook de titel van de visie die jullie uh, hebben gepresenteerd van het College van Rijksadviseurs. Uh, wat is nou wat u betreft het eerste zichtbare signaal dat we op korte termijn kunnen zien en waarbij je kunt zeggen: kijk, nu zijn we de goede weg ingeslagen? Uh, als uh, wat wij noemen het ontwerpend denken en handelen. En dat gaat echt over een methodiek, hè? dus over een werkwijze, dus wellicht ook weer een beetje abstract. Hè? Maar ja. als dat uh, breder verspreid raakt in Nederland, hè? dus dat betekent dat als uh, gemeentes, als uh, uh, provincies aan de slag gaan met plannen, dat ze daar ontwerpers bij halen... maar dat ze dus ook zorgen dat er een uh, dat er verbinding ontstaat met stakeholders met alle belanghebbenden. dan en dat is dat gezamenlijk. Niet zo. Dat gebeurt onvoldoende. Hè? Dus uh, we, uh, we raken heel snel in de groef van uh, specialisten op één specifiek vlak ja. en uh, wat ik eerder aangaf, uh, zijn dan in staat met hele goede oplossingen te komen. Maar die vaak dus niet een meervoudige, uh, uh, aanpa ja. tot een meervoudige aanpak leidt. En Voordat ene specifieke probleem een goede oplossing zijn, maar die verder een werking hebben die je misschien weer niet nou Ja, wil, en dat, dat is uh, dat bijvoorbeeld met, uh, met het datacenter in Zeewolde uh, ook het geval. Op het moment dat je daar alleen een datacenter neerzet met veel energie daar naartoe. Mm -hmm. En je zorgt er niet voor dat de vrijgekomen energie kan worden ingezet. Bijvoorbeeld voor de verwarming van een woonwijk. Ja, dan heb je het gewoon niet goed gedaan. Nee, daar moet je allemaal naar kijken. Francisco je dankjewel.